dus dit. Doorheen. Welkom in de koepel, jongens en meiden. Jullie mogen 2 items mee naar binnen nemen. Er mag alleen een boek mee naar binnen en een persoonlijk item. De telefoon gaat niet mee. Hey, ik ben Sabine. Ik ben 21 jaar en ik kom uit Gorssel. En een van mijn hobby's is wel toch het lezen van een goed boek. Jullie gaan zometeen naar je kamer, je cel eigenlijk. In de cel ligt ook een camera. Nou, alles wat je kwijt wil, kan je kwijt in die camera. Om het gelijk echt te maken, mogen jullie meteen op cel. Is hij nou aan het? Ik hoop het wel. Ja, ik kreeg dus de opdracht om dan 1 uur in je cel te zitten. En ik had me nog helemaal niet gerealiseerd dat je natuurlijk geen tijdsbesef hebt, want je hebt geen klok of iets. En jij weet eigenlijk helemaal niet hoe lang een uur duurt. Ik vond het toch wel bizar om hier te zijn en ik ben heel enthousiast om iedereen echt te ontmoeten en iedereen's verhalen ook te horen. Ik merkte ook wel veel dat ik toch veel gedachten heb over hoe het hier is en de vraag wie heeft hier allemaal gezeten. Of het eigenlijk wel zo'n goed idee is om mensen in zo'n kleine ruimte op te sluiten. En ik weet en ik merk nu al dat dingen met me doet, dat het iets met me doet, dat ik hier zit en ook namelijk dat ik zo'n overal aan heb. Maar het is wel interessant om hier überhaupt mee bezig te zijn en die tijd te hebben en dit mee te maken. Ik kwam eigenlijk net weer dus deze cel binnen en je kunt toch merken dat het echt voelt als een cel. En daardoor krijg je natuurlijk ook een bepaald gevoel van het is niet per se prettig. Nu heb ik wat kleren mee. Dus die ook gewoon ophangen. Een soort van handpoos of zo. Maar voelt het toch wel eigen. In ieder geval, het voelt prettiger dan gewoon een witte muur. Ik probeer gewoon de dag nu een beetje af te ronden in mijn hoofd, zowel als in mijn kamer ook een beetje dat ik de dingen neerleg waar ik ze wil hebben en dat ik op die manier toch de dag een beetje kan afronden. Wat ik nu al wel met de groep heb gedaan. Iedereen wat rust gewenst en nu ben ik weer hier. Ik kan wel merken dat het best wel veel is. Het zijn heel veel indrukken. Ik kan ook wel merken dat in coronatijd heb ik helemaal niet zo heel veel mensen leren kennen. En nu was ik hier dan, kwam ik hier om 9 uur. En dan heb je ineens een hele groep mensen die je allemaal voor het eerst ontmoet. Met wie je ook, voor 3 dagen met wie je zit opgeschreven. Met wie je het moet doen. Ik denk dat ik nog even wat dingen ga opschrijven, zodat ik echt een aantal dingen ook van me af kan schrijven en op die manier toch nog iets meer rust heb dan wat ik nu heb. En dat ik dan gewoon lekker ga slapen. Toen wist ik niet dat ik in de ochtend wat film over hoe ik in ieder geval heb geslapen en zo. Op zich best prima. Je hebt wel veel dingen in je hoofd, dus dan slaap je ook wat later. En zo is misschien het zin, ik heb geen gordijn op het moment. Dus ik werd vanochtend wel wakker door het licht, maar verder heb ik eigenlijk best wel goed geslapen. Ik wist dus tot voor kort niet dat dat raam open kan. Maar dat kan.
En? Dat je dan volgens nog naar buiten kunt kijken. Erg blij. Ik ben gewoon even verblauwd. Dus dat is fijn. En ik hoop dat ik dan niet zo vroeg wakker word. Ik ben wel minder moe dan gisteren, omdat jullie ook wat beter wist wat de dag ging brengen en hoe het ging zijn. En dat je iets minder indrukken hebt, omdat je iedereen ook een beetje kent. Ik ga zo nog even lezen en dan proberen te slapen. Ja, het is zo meteen mijn beurt om mijn verhaal te vertellen. Ik vind het wel spannend, ook omdat je toch iets deelt van jezelf wat je niet zo 1, 2, 3 aan mensen vertelt. En omdat ik gewoon een beetje langs mijn leven ga in de gebeurtenissen die voor mij in ieder geval veel betekent en voor mijn ontwikkeling. Ik heb net mijn verhaal gedaan. Ja, het voelt wel fijn om het gewoon gezegd te hebben. En ja, nu is het er en nu kun je ook gewoon wat vrijer praten. Want natuurlijk ook de bedoeling is dat iedereen al weet hoe en wat. De groep vindt voor mijn gevoel wel goed op. En ik ben benieuwd hoe het eruit ziet om mezelf het te zien vertellen in plaats van het alleen te vertellen. Ik heb de eerste dag helemaal geen room tour gegeven. Dus, dat doen we nu maar. Kijk, we beginnen hier. Het is allemaal spullen van mij. De deur. Een leuk lampje. Tadaa. Leuke disco. Ik heb mijn kleurtjes veranderd. Ja. Mijn prachtige toilet. Met mijn handen en mijn spullen. Heel zelf opbielen, mijn bed. Dus nog wat kleren. Daar ligt ook mijn boek. En de tafel. En er zit wat eten in. Nog meer spullen. Nog een handdoek. Mijn gordijn. En dus dit. Raampje. Door je kan kijken. Ik weet niet of je echt wat kunt zien. Ik kan dat niet echt meer zien. Op die manier kun je ervan. Dus naar buiten kijken. Dat is wel fijn. Dat het toch kan en dat je ook de wind voelt. Dit was hem. We hebben net onze telefoon teruggekregen. En ik moet nu gewoon wat spullen bij elkaar pakken. En dan mag ik gaan, maar overal mag ook uit, hier natuurlijk. Het was echt een mooie ervaring. Ook om zoveel meer te leren over vrijheid en wat vrijheid is voor anderen. Ik heb er een hoop van geleerd. En dat ook met me meenemen in mijn verdere leven. Een mooie ervaring waar ik nogmaals iedereen voor wil bedanken dat het mocht en dat het kon. En dat ik dus ook hier mocht komen. Echt tof. Ik ben dus terug in mijn studentenkamer. Het is de volgende ochtend. Ik heb echt heerlijk geslapen in mijn eigen bed. Het voelt eigenlijk heel onwennig nog om meer ergens anders te zijn dan in de koepel. Ik vond het ook wel heel fijn dit weekend dat je echt volledig kon focussen op hoe het daar was. Dat je niet soort van afleiding hebt van buitenaf door je telefoon of iets anders. Maar ook omdat je eigenlijk, er wordt van je gevraagd om dus keer op keer te reflecteren op hoe je iets vond of wat er door je heen gaat. En op die manier ben je de hele tijd eigenlijk bezig met daar zijn.
En te kijken wat je daarvan vindt en wat je daar leert en hoe dan ook. Het is natuurlijk wel in snelvaart, omdat je echt daar maar 3 dagen zit en zoveel leert en zoveel reflecteert. Maar wel heel mooi.